Dat ben ik. Dit is 2020. Er zit een heel andere mevrouw als 2 jaar geleden. Ook om te zien. Want denk er 100 kilo bij. Stel, je wilt lekker en gezond eten, maar je hebt een maagverkleining gehad. Dan kan dat best wel lastig zijn. En als ik denk dat het heel de dag is het al het eten niet zo lekker gegaan, dan verwen ik mezelf. Maar denk ik ook een beetje aan de eiwitten, neem ik 's avonds laat nog een stukje kaas. Maar als iets wel lekker valt, geniet ik dubbel. In het Franciscus ziekenhuis worden sinds kort speciale kookworkshops gegeven voor oude patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan. Wij volgen de Rotterdamse Els, die in 2020 een gastric bypass heeft gehad. En bij de workshop inspiratie komt opdoen voor lekkere en voedzame recepten voor de kleine eter. Ik ben blij dat jullie er zijn. We zien wel na zo'n operatie, dat is een vaak vragen of opmerkingen, dat eten soms een dingetje kan zijn. Nou, we weten met onze collega dat het lekker en gezond kan zijn. Het is een kookworkshop die bedoeld is voor mensen die een maagverkleining hebben gehad. En het doel van de kookworkshop is om mensen te leren wat gezond eten en lekker eten is. Om een aantal tips te geven, praktische tips te kunnen geven. Zodat ze zelfstandig thuis hun eigen eetprogramma kunnen maken en daar plezier hebben. Ja, wat we gaan doen is, we gaan straks een beetje opdelen in groepjes. En dan gaan we een aantal gerechtjes maken. Vervolgens. Els kampt al heel lang met een stofwisselingprobleem, ooit veroorzaakt door kanker in de schildklier. In 2020 woog Els nog 180 kilo. Toen kreeg ze een gastric bypass, een soort maagverkleining, en verloor razendsnel meer dan 100 kilo. Maar hoe werkt dit nou eigenlijk in je lichaam? Nou, heel simpel is eigenlijk dat ze een beetje je stofwisseling buitenspel gezet hebben. Dat betekent dat niet alles wat je opneemt verbruikt wordt en weggezet. En ik had een stofwisselingsprobleem, want ik leef al die 35 jaar zonder schildklier. Dus daar was ik ook zo fors eigenlijk wel van geworden. Zo'n 186 kilo. En toen zijn we eraan begonnen. En nu is dat nog maar 81 kilo. Dus we praten echt over een groot verschil. Puur om ze hebben gezorgd dat het niet meer dat hele traject in die stofwisseling gaat. Maar eigenlijk omgeleid wordt. Je lichaam wordt een beetje voor de gek gehouden. Nou, wat je heel veel ziet is dat mensen heel veel last hebben met warm eten. Warm eten dampt, zeg maar. En dat zit in je hersenen, zeg maar. Op het moment dat je hersenen dan ruiken, dat eten ruiken, dan zeg je hersenen eigenlijk van, oh wauw, ik heb lekker gegeten. Waar bestaan de recepten voornamelijk uit? Vooral eiwitrijk en vezelrijk. Gepofte groenten bijvoorbeeld. Maar allemaal op een niveau dat eigenlijk iedereen het kan maken. Je hoeft geen keukenprins of prinses te zijn. Iedereen kan het maken. En je moet vooral in je hoofd besluiten dat je dat nieuwe leven wat je aangeboden wordt gaat omarmen. En dat je daar tevreden mee wil zijn. Want als je van ieder broodje waar je misselijk van wordt, of een wijntje wat je niet meer drinken kan, chagrijnig wordt, dan is je leven minder leuk, toch?